In februari werd bekend dat de Groesbeekse clubs Germania, Achilles, DVSG, de Treffers en de Groesbeekse Boys een samenwerking aangingen om meisjesvoetbal in het dorp te stimuleren. Het doel was om minimaal één gezamenlijk Groesbeeks meisjesteam mee te laten doen aan de KNVB-competitie in het volgende seizoen. Dat gaat niet meer lukken. Toch is er een samenwerking en niet helemaal van de baan. In de jongere jeugdteam spelen de Groesbeekse voetbalsters met jongens in één team. Echter wordt het verschil in de meeste gevallen op latere leeftijd te groot. Hierdoor willen veel meiden in een volledig meisjesteam spelen, alleen is dat in Groesbeek niet mogelijk. De Groesbeekse clubs gingen dus samenwerken en er moest minimaal één gezamenlijk team komen. Echter gaat dat volgens nog niet lukken. Ja, we hebben inderdaad dat project een tijdje geleden opgestart met alle Groesbeekse clubs. Ja, in eerste instantie zelfs met alle Bergendaalse clubs. Uiteindelijk bleven de Groesbeekse clubs die bleven over. Uiteindelijk kwam er een vervolg met een inschrijfprocedure via een site die we hadden ontwikkeld. En daar kwamen op zich in aantallen best wel behoorlijk wat aanmeldingen binnen. Ongeveer 16 zijn er binnengekomen. Alleen het probleem was, die zaten in de leeftijd van 10 tot 16 jaar. En dat waren er eigenlijk te weinig om in een leeftijdsjaar een team samen te kunnen stellen. Dus naar rijberaad hebben we met de club besloten om het dan vooralsnog nog even niet door te laten gaan. Maar wel de blik op de toekomst gericht om te kijken wat we naar het volgende seizoen kunnen gaan doen. Door bijvoorbeeld wat promotieactiviteiten te gaan organiseren om toch wat meer meisjes in elke leeftijdsklasse bij elkaar te kunnen krijgen. Toch houdt het hier niet op. Sterker nog, er zijn zelfs plannen om de samenwerking nog breder te trekken. Er wordt een daling van het geboortecijfer in Groesbeek verwacht en dus is de toekomst van de individuele jeugdopleidingen wat onzeker. Mede hierdoor willen alle clubs de schouders onder elkaar gaan zetten. Nou ja, we gaan in elk geval dat breder bekijken dan alleen maar meisjesvoetbal. We hebben onlangs een strategisch overleg gehad met de voorzitters van de 6 Groesbeekse clubs en de stuurgroep die met dat meisjesvoetbalproject bezig is geweest. Het doel is uiteindelijk dat we vanuit het dorp een passend voetbalaanbod kunnen doen aan elke jongen en aan elk meisje. En hoe dat vorm gaat krijgen, ja, dat hangt van de discussie af die we dus nu gaan voeren. Maar het blijkt in de praktijk dus heel erg moeilijk, omdat in de loop der jaren, de komende jaren, we gaan 10 jaar vooruitkijken, om dat als elke club, voor elke leeftijdscategorie individueel te gaan doen. Dus we gaan sowieso eens kijken waar we elkaar kunnen helpen.